Hallo allemaal, welkom bij deel 10. We zijn bezig met klonen van objecten. Zodat... Nee, hallo. We moeten 7 stuks kunnen erop gebouwd. En zolang het goed gaat, moeten we het profiteren. Ik ga niet het zijn, maar ze het niet fout. Zo, dan heb ik er nog eentje, denk ik. 2 nog. Ja, nog 1, want daar hebben we er nog 1. Oh, die gaat fout. Net op tijd. Holy moly, net op tijd, hè. Maar ik heb nog steeds geen... Hoe heet het? Wat een keurig element. En volgens mij kan ik niet om elementen vragen. Opdracht geven? Nee, ik denk het ook niet. Ah, dit dat mag. En jij ook. Is er weer een nieuwe gekomen die je niet kent? Ja, ken ik wel. Een aardige introductie, dat gezeik. Zo. Waar heb je andere gezicht gestopt? Hier. Het duurt nooit zo lang over dat ze iets gedaan hebben. Ja, dan weet ik het wel niet. Het is ook niet waard, hè. Ik ga de auto niet meer uitzetten. Ik ben nu bij een huisgrijpje. Ik vind. Zo, dan maakt mijn leven een heel stuk makkelijker. Moet je wat doen. Wees is dus gewoon dit voor vrouw, chefie. Hij is nog altijd boven. Nee, dat is het dus ook niet. Fuck, hoe kom je nou aan elementen, man? Even googelen. Thank you.
ik moet Kristal en Metaal naar de Georad sturen. Ah, shoot. Oh, sturen. Oh, fuck. Nou, dan kun je gewoon naar je werk gaan. En de computer sleutelen. Nee, ga er nou niet zitten, trut. Waarom is het cheat dingetje weg? Dus je kunt weer. Ah. Weet je wat? Gewoon. Wat moet je ook weer doen? Sleutel. Move your ass. The boss is here. Ja, ga jij maar even schoonmaken. Oh ja, dan, hoe kun je dat ook alweer doen? Nee. Waarom zat het hier niet tussen? Zo dom. Nee, dat is een hulp vragen en je moet iemand opdracht geven. Huh? Knietjes ruilen? Hebben we knietjes in te zien? Sims, jullie hebben dit nooit moeten doen. Gewoon hoe het vroeger was. Dit is echt niet normaal. Nee, geen gelegenheid. Nou, weet je wat? De groeten. Ik ben het hele ding kwijt. Dan moet ik misschien via dit ding. Ja, laat hem maar verbeteren. Nee. Oh, wacht even. Ik heb het daarom dus. En doe dan ook maar met. Zo neem je erop zich, dat gecycled zijn. Ze moeten werken. Deze dag is toch al verlopen. Dus, ja.
Oh nee, ze hebben niet in de tas zitten, dus ik kan er niet. Ah, moet je plassen? Jullie allemaal plassen. Oh, wat erg. Zoveel mensen in mijn twee toiletten. Oeps. Meisje ook? Nee, meisje niet. Oh, dat is een honger, maar niet. Zo, ja, hè. Ik kan het lossen. En ja, zeker tegen een boompje plassen, jij ook. Dat is een lange tijd van huis gehad, wat is dit? Oh, ja. Waar gaan jullie allemaal aan, joh? Als je slim bent, je komt net hier van het toilet af. Ze kwam net van het toilet af. Hoe kun je dan mee moeten plassen? Het is toch niet zo dat als je het één keer, dat hij nou een borst, één keer gedaan hebt, dat het weer gebeurt. Volgens mij is het maar één keer als je last hebt, ga je binnen geen wasbeurt van. Niveau 7 pas, Jezus. 10, 6, 8, 9. Van wat? Wetenschappelijke carrière. Ja, dat ben ik nog niet. Dat staat hier niet tussen, hè? Nee. Oké. Dat hebben we dus het level van het werk te maken. Kies nou om met die curieur van je. Ik zie ook weer kapot. Man. Lekker op. Oh, een hoopje stof. Nou had iemand waarschijnlijk iets proberen te klonen, waardoor een brand uit is gebroken. Ja, kunnen we opschieten? Dieters. Okay. Verbeteren. Vraag. Ja, want je hebt er wel verstand van. Zo ja, heb ik een, is dat ding ook gekregen. Oh ja, verzamel. Ik kan altijd spul dat je kan verkopen, zit er tussen. Het gebeurt toch wel in de 2 uur. In de 2 uur, hè? Minder dan 2 uur. Oh, je hebt het al gedaan, oké. Okay. Dus als we nu zeggen verbeteren. Dat is gebeurd. Oké. Okay. Nou, gaat hij misschien hopelijk minder vaak stuk. Nou, het is nog een half uurtje. Dus hoe gaat het met jou, Tureluur? Oh, je bent goed. Nou, weet je wat? Zorg voor jezelf. Zo. En wat heb jij nou weer, Sakit? Honger. Ja, ga naar de wc. Dat kunnen we niet gebruiken. Ik ga nog even in het groentje, zodat we echt nog wel even een dingetje moeten maken als we eruit komen. Ik hoop dat je de loterij wint. 1 van jullie 2. Ik had eigenlijk 8 man in mijn familie moeten hebben. Dat is alle 8. Ik heb 2 keer de loterij gewonnen. 1 keer dat ik nog in Duitsland woonde. En 1 keer dat ik weer terugkwam in Nederland. 98? Wat? Wat een kwakzalver. Ja, oké, ik heb ook geen ruk gedaan. Ik had het kunnen cheaten, ja, maar niet altijd. Zo, nou, ga lekker naar de wc, ga wat eten. Het loopt niet zo te janken, ga, ik geef al opdracht. Die zijn opgeladen? Nog niet, oké. Dat kan voor.
Even patchen. Er staat weer een simonie in. Nee, ik heb het vol. Ik heb helemaal vol zeker. Ik moet er volgens mij. Ik weet het niet zeker, maar volgens mij kan ik niet helemaal vol komen. Oh, ik moet het. Nou, rot op zich. En de laatste. Nee. Nou, verdomme. Daar staat die ding. Oké. Okay. Ik zou er ook eentje. Zo, oké. Ja, jij. Jij hebt dat ding gemaakt. Die moeten allemaal wel even reparatie uitvoeren. Oh, die is perfect. Hey. Uitstekend. Uitstekend. Er was nog eentje verminderde kwaliteit. Oh, dat is die ring. Oké. Ja, je bent nou weer goed. Dus sieraad ontwerpen. Hup. De duurste. Ah, de duurste zeg ik. 6,50. Doe een paars. Met goud. Pop. Geel bedoel ik. Ja, jij kan wel denken dat je kan relaxen, maar dat gaat er weer niet door, hè? We gaan eventjes. Zo. Oh, doet dit nou een paar tafel? Nee, je gaat gewoon wel een jaar tafel, hè? Dat is een van mij. Ja, nee, ze wordt hier. Ah, het is ook weer gespannen. Rot op. Oh, ze kunnen met z'n tweeën aan één tafel werken. Wat? Oké. Ik ga weer mijn geld terugkrijgen. Poef. Dat wist ik niet, zit dat je met twee mannen aan één tafel kan werken. Dan is er misschien nog plek voor een derde. Zijn woorden niet eens. Oeh, dat is goed. Ik schrok net. Ik denk, ik verkoop hem nou. Let op, dan gaan ze oude woorden met elkaar. Nee. Is hij aan het laden? Ja, oké. Oh, jij moet Gerard, dingen naar Gerard sturen als je klaar bent. Jij. Twee stuks. Nou weer, rot op. Laten we even standje 3 doen. Jij bent toch eerder klaar dan dat ik zo meteen Gerard bellen. Zeg ik. Normaal. Oké. Dat gaat hier dan even op. Dan ga jij even Gerard sturen. Twee keer. Zo. Weet je, doe eigenlijk maar meerdere keren. Ik wil zeker weten dat we het spul krijgen. Zo. Het monster is een nationale met isolatie. Het zal binnen een dag of twee per post ontvangen. Oké, dank u wel. Zo. Jij slaapt lekker naar bed. Jij moet ook nog wat dingen uitpoepen.
Hoe is het met jou bij jou bijna gedaan? Ah, je kan je eigen wel helpen, dus als je een broekzak is het niet erg. Jezus Christus, zeker. Dat je moet pissen, je broekje van je eigen toch weer schoonmaken. Je hebt de hele dag loop je te niks en daar moet je naar de wc. Dat is echt niet te filmen. Doorgaan. En dan moet je deze reparatie doen. Zo. En dan kun je naar je nest. Even steentje 3. Piep. Zou we deze ook moeten? Ja. Ik heb er ook. Ik kan er ook op. En eten. Die zijn er niet wel opgeladen. Maar bijna. Oh, als we de loterij winnen, zijn we heel dichtbij dat we mijn afschuwelijke gebouw kunnen kopen. En dat is dan ook het einde van de ja, SP eigenlijk. Het is geen pas een LP. Hoeveel kost dat? Nee, bibliotheek. Inclusief en dan alleen kapels. Nee, dat is de verkeerde. Deze. Nee, ook niet. Hé, waar is mijn. Mijn huis is duurder. Hoe kan dat nou? Nou ja, we zijn heel dichtbij, dus ik dacht dat het 174 was, maar het is 1018 euro. 1 minuut, ja, 1018 euro. Jij, we slopen dit huis er eigenlijk geloof ik geen geld voor. We verkopen het inventaris. Daar krijgen we ook geld voor, denk ik. Nou, dit gaat allemaal wel mee, want ik ga als ik klaar ben met de LP, ga ik er wel verder in. En ik moet even kijken voor een nieuwe harde schijf. Want. Mijn Steam schijf is kapot. Na 8 jaar heb hij de geest gegeven. Oh, ik heb er terug in de timer gezeten. Nee. Oh, vanavond de loterij, ja. Jeroen. Nou, gaan we alles oogsten, want ik denk niet dat er meer in komt. Want er is nou 24 uur voorbij en dan zit nog net zo vol. Waarschijnlijk was dat een epoch in mijn gedachten. Nee. En dan word je toch schijtziek van zich. Waarom kan ik hem niet openmaken? Oh, je moet het vertrouwen bekijken.
Ah, oké, dat ding ligt er al in. Mooi zo. Oh, is dat zo? Als je hem erin plakt, kleurt hij dan alles meteen in je. Ja, hey, dat is een nieuwe manier van oppakken. Even kijken. Oh, wacht, jij moet er eentje in je tas hebben, want die moet je. Ah, je kan hem ook twee verkopen ook. Dat is onzin. Zo. Als ik naar jou ga, kan ik je nou wel op plopsje plaatsen. Waarom kan dat niet? Zie ik er nou in? Ja. Oh, wacht even. Misschien omdat ze het alleen te sieraden kunnen. Oké, geef me, dan moet je die manier. Geef maar terug. 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 Ik heb je er twee gegeven. Niet eentje achterover te houden. Die moeten we dan maar gewoon verkopen. Dat was mijn fout. Daar. Probeer me nou ook wel te. Oh. Uitstekend, wat is nou weer met jou aan de hand, zei ik het. Rot op. Ja, ga vreten als je honger hebt. Oh, je dacht, die zei autonomist dat uit. Dat is morgen. En die blijft uit. Oh, ja. Door loterij voldeed niet bepaald aan de verwachtingen van Wemel. Ze kon niet alle tradities deelnemen die ze zo leuk vindt. Misschien volgend jaar weer. En voor haar was de loterij te gek. Ze hebben allebei een lot gekocht. Nou ja, het zal wel. Nou, mijn benieuwd wie er gaat winnen. Even kijken. Ja, wat zal ik doen? Zal ik deze aflevering beëindigen? Waarom zou je pauze vergeten? Ja, laat ik dat doen. Ik weet het even niet. Ik heb Alexa niet aangesloten, dat is het probleem. Die moet ik nog aansluiten. Nou, ik beëindig deze aflevering nu. Ik zie jullie terug bij de 11. Bedankt voor het kijken. Groetjes.